beste mensen van Bubbles Gaming NL. Vandaag ga ik weer Spyfall Island met Lodewijk deel 3 doen. Als je de map zelf wil, dan moet je gewoon googlen. Gewoon een beetje. Survival dan Island. En dan gewoon, dan vind je wat downloaden. Oh, je vindt wel wat hoor. Dus er zijn heel veel verschillende. Ik heb nu een best wel groot eiland. Maar in de klas zat ook een jongen. Ook niet van Bubbles Gaming NL. Je had ook één map en die was echt heel klein. Dan moest je proberen te survive. Maar dan gingen we gewoon met een bootje weer doen naar een ander eiland. En dan was het wat groter. Maar ja, dus hier gaat het dan. Je moet gewoon een beetje survivalen. En het is best wel groot. Ik ga nog meer van dit soort survival skills voor mij doen. En nu denken jullie zo van, ja, survival skills, ik zie het. Ik wil niet opschrijven, maar ik ben pro, jongen. Stinkel. Je moet een keer Minecraft spelen in het Afrikaans. Dat is echt goed. Ik heb een keer ook iemand van de BBNL en zijn filmpje staat er ook. Afrikaans is gewoon pro, zoals weet je. Zo. Ik ga nu gewoon een beetje hier. Hier ga ik gewoon weer verder. Maar ja. Ik gewoon X-ray had, hè? Dat zou best wel fijn zijn. Oh ja, met Kronos. Ja, daar kan ik ook een keer filmpjes van maken. Hoe je gewoon door blokken heen kan kijken naar diamonds, iron. Ik heb het nu niet. Maar ik kan het gaan doen natuurlijk. Ik heb een schep nodig. Het blijft gewoon echt niet op. Maar dan zet ik hem hier neer. Dat is best wel groot. Komt hij wel van nee, is het oké? Nou, dan gaan we scheppen. Zijn jullie klaar voor? Iron schep maken. En eentje vast. Oh, scheppen zijn pro, jongen. Ik ben nu snel gegaan. Chain. Oh, dat is dan. Ding. Zo, Olaf Allen. Oh, jongen, fit pro, ben ik bezig. Jee, Allen. Ik heb lekker redstone, jullie hebben niet. Het is gemeen van mij, sorry. Wat zal ik eens met de redstone gaan doen? Ik ga toen een deur maken met de redstone. Kijk, ja, dat kan. Maar ik moet zo eten, want er is. Kijk hoe laat het is. Oh nee, het is 5:30. Maar ik moet straks naar schaken toe. Ja, ik zit op schaken en op tennis. Ja. Zo. Het gaat al best wel goed. Dit is al deel 3. Ik ben best wel ver. Vind ik. Deel 3 al. Zo zeg. Best wel ver. Deel 3. Ik ga zo weer naar boven. Wow. Ik ben hier. Ik ga zo weer naar boven om het island te smelten. En ik heb ook een torch nodig. Ik vind echt super veel iron. Zo. Alleen de pickaxe begeeft het. Ik heb nu alleen nog. Oh nee, ik heb alleen nog maar deze. Nee. Maar dan ga ik maar even naar boven. Ja, oké, dan kan ik net zo goed deze nu even snel doen. Oké, lava, dan moet ik even naar kijken als een nieuw kleur. Niet zo door. Zo, stukken. Maar lava is echt veel meer stuk, maar ik ga dan nu even naar boven. Ja, dan is de vraag hoe kom je boven? Volg ons ook op Twitter. Ja, Twitter natuurlijk. Daar gaan wij ook een Bubbles Gaming NL account van maken. Ja. Dat gaan wij ook doen. En ja, YouTube Bubbles Gaming NL heten wij. Blijf ons volgen. Promoot ons bij familie, vrienden,
hoe dan ook. Laat zorgen dat wij veel meer likes krijgen, graag. Want dan zijn we heel blij. Ben jij heel blij, want wij maken filmpjes voor jou. Als je ons abonneert, dan krijg je hele leuke Minecraft filmpjes en nog veel meer te zien. Dat is echt heel leuk. Voor jou en voor mij. En je blijft maar kijken. En het is zo leuk. Zo. Want het is zo leuk, 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 leuk. Lig in de buik. Lig in de buik. Daar heb ze zes. Hier heb ze zes. En daar heb je zes. Dan ga ik even de iron picks. Iron pickers? Ja, dat is wel een kapot gaat. En daar heb je ook even een stone pickaxe. Big eggs. Big eggs. Zo, en dan weer ook cobblestone. Zo. Dit kan ik wel even laten smelten. Ik heb nog. Oké, ik ga even een chest maken zo. En dan gaan we naar beneden. Lekker mijnen. Oké, hier word je best wel moe van. Ik wil ook proberen rails te maken met de mijnkar. En dan gewoon lekker naar beneden snel. Ja, weet je wel, dan ga ik een volgende aflevering doen. Maar ik ga het jullie niet beloven, misschien ook niet. Maar ik ga het proberen te doen in mijn volgende aflevering. Survival Island met Lodewijk. Hashtag 3. Power. Survival Island met Lodewijk. 3. Zo. Stone pickaxe power. Nu moet ik echt oppassen dat ik echt niet val. Ik hoop dat ik bijna bij de diamonds ben. Ik heb best wel zin in diamond pickaxe. Gewoon verder naar de lava. Waar komt het vandaan? Zo, lava in één keer weg. De Lodewijk van Vlie. Ja, ik heb een naam verteld. Jullie weten mijn naam nu. Kijk ook alle andere filmpjes. Die zijn ook veel leuk van al onze andere mensen van Bubbles Gaming NL. Niet alleen ik, maar... tellen ongeveer 6, 7 anderen, maar sommigen doen echt totaal niks. En ja, die hebben nog niks geüpload ofzo. Het een Minecraft stuk is. Speelt ook een ander gast op mijn account, omdat zij Minecraft niet meer kan inloggen. Dat is wel stom voor hem. Hij heeft gewoon 20 euro betaald. En Mojang zegt nu dat hij geen account heeft gekocht. Oh jongen, die heeft een mail gestuurd, niet pissig. Ja, dus hij mag wel even op mijn account spelen voor het filmen. En omdat ik zo aardig ben natuurlijk. Nou. Sommigen doen ook niks zoals ik zei. Maar we zijn met z'n zeven, zelfs acht misschien. We wouden een site maken en een jongen van Bubbles Gaming NL die had een al die maat dat. Dus wij zo denken, ja, we hebben een site. En toen moesten we 1000 euro betalen voor een hele professionele site. Maar dan ook gewoon voor 2 euro domein kopen en zelf maken. Maar alsnog site hebben we niet echt nodig nog. We zijn nog zo'n klein groepje. We hebben nu iets van boven de 10 video's, dacht ik. Ja, ik veel meer. Ja. Nee. Zo. Oh ja, en ik zal wel even ook... Oh nee, heb ik al in mijn vorige filmpje gezegd over de texture pack. En mij lijkt het wel leuk. Waar jullie wonen? Welke stad? Zeg het me in de description. Woon je in? Of in de provincie. Ja, laten we provincie. En dan je stad erachter. Dat lijkt me wel leuk. En dan ga ik kijken de top 10 grootste steden in de reacties. Zo niet. Kijk ik gewoon een beetje rond... welke steden het anders kunnen. Welke gewoon de top 10 grootste bewoonde steden van Nederland met gamers. Yo jongen. Ik heb al beloofd aan jullie dat ik een top 10 raarste straatnamen ga maken. Dat ga ik ook nog doen. Dat is best wel lol. Dat je zo een of andere straat te horen. Lodewijkstraat. Oh nee, nee, echt niet bestaat. Die is echt vlak bij mij. De verlengde Lodewijkstraat.
Dat is een pro. En ik heet Lodewijk. Van. Nou. Ik denk dat ik ook zo ga stoppen. Want ik ben hier al lang genoeg. Ja, ik ga naar boven en dan ga ik een stuk brengen en dan stop ik. Oh nee. Oh ja, en ik ga ook een top 10 radiozenders maken. En dan stuur, zet in de reacties of ik doe het gewoon weer net zoals ik al heel vaak zei. Dan zoek ik het gewoon op. Ja. Ik luister het meest slechte fan. Maar dat is mijn. Mijn vader luistert Jazz FM. En ja, dat is geen goede combi. Dus zet het in je reacties of ik zoek het zelf op. Dat is het ergste. Als ik het zelf op moet zoeken. Nee. Maar dan kan ik het niet opzoeken. Zo. Ik ben er. Oh, dit is best ook. Zo. Al de 35 eieren. Nou, dit was Biblis Gaming en NL Survival Island met Lodewijk. Doei! Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.